Ik ben Jonas Staal, ik ben beeldend kunstenaar, ik woon en werk in Rotterdam. Eigenlijk gaat al mijn werk cirkelt rondom het politieke proces, politieke besluitvorming, de representatie van de politiek, dus hoe de politiek zichzelf beeldend aan de wereld vertoont. Ik geloof ook in essentie dat kunstenaars volksvertegenwoordigers zijn, maar in ideale zin. Wij vertegenwoordigen niet het volk in een soort abstracte zin, maar ik denk dat als je mensen vraagt over de momenten die voor hun in hun leven daadwerkelijk van belang zijn geweest, dat ze zich hebben herkend in iets buiten hun om, iets wat hun ideaal heeft gegeven of inspiratie heeft gegeven of troost of herkenning, dat dat altijd neerkomt op de kunst. Dat het altijd een muziekstuk is, een schilderij, een kunstwerk, een film die iemand heeft gezien. Veel meer dan de politiek. Je gaat nu een film zien die onderdeel is van de tentoonstelling Politiek Kunstbezit. Die speelde in Tent aan de Witte de Witstraat de afgelopen 2 maanden. De tentoonstelling gaat over de relatie tussen politiek en kunst. En mijn installatie, mijn kunstwerk, bestaat uit een selectie van kunstwerken uit de privécollecties van politieke partijen in Rotterdam. In de tentoonstelling heb ik die allemaal gepresenteerd in een klassiek museale setting. Maar ik heb ook samen met Rob Schreuder, documentairemaker uit Amsterdam, een film gemaakt waarin wij de fractievoorzitters, de vertegenwoordigers van kunst en cultuur van de verschillende partijen, hebben gevraagd om hun eigen kunstwerken toe te lichten. En dat is de film die je nu gaat zien. En de reden waarom ik denk dat deze film relevant is, is dat in Nederland heel veel op het gebied van kunst en cultuur wordt ongelooflijk veel gesubsidieerd. Heel veel geld, zeg maar, voor kunst en hedendaagse cultuur komt vanuit de overheid, komt vanuit de politiek. Het paradoxale is dat politieke partijen zelf zeggen in hun partijprogramma's van wij willen kunst subsidiëren juist om vrij te zijn. Dus ze betalen de vrijheid van de kunstenaar. En wat ik heb geprobeerd samen met Rob inzichtelijk te maken is dat er nog steeds partijpolitieke en ideologische belangen in hedendaagse kunst liggen. Dus ondanks het feit dat wij veronderstellen dat we in een democratisch systeem leven en dat daarin de term propaganda niet meer van toepassing is, hoop ik dat deze film aantoont dat er onder de zichtbaarheid, zeg maar in de kelders van het politieke discours, veel meer aan de hand is dan dat wij denken. Ik vind dat dus kunst. Hier ligt ontzettend veel gevoel in. En er waren heel veel van dat soort kreten. En toen heb ik aan de wethouder gevraagd, ja, waarom ga je het überhaupt verwijderen? Want het is een hartekreet en het is mooi in lelijkheid. En toen heeft hij gezegd, nou ja, ik moet het wegdoen, want anders dan gaan anderen er toch weer overheen spuiten. Maar toen heeft hij gezegd, dan fotografeer ik het en dat geef ik aan jullie. Dus dat zijn de werken naar mijn hart eigenlijk. Na de dood van Pim is er iemand of een groepje door de stad gegaan. En die hebben overal dit soort leuzen neergezet. Ik vind het ook heel mooi, omdat de dood van Pim was natuurlijk verschrikkelijk negatief. En de reactie daarop was zo beheerst en zo mooi. Dat ontroert me. Ik weet soms nog op bepaalde viaducten, daar hebben ze het weggehaald. Maar dan kan je eigenlijk door het wit, ze hebben het met een bepaald soort, dan kan je het nog gedeeltelijk zien. En dat blijft mij ontroeren. Sommige graffiti vind ik mooi. Zeker als die vind ik bij de tijd horen, die vind ik goed. Maar er zijn er ook die ik verschrikkelijk vind. Als ze alleen maar zijn om de naam neer te zetten of dat ze bij een bepaalde groep horen, dan kan het mij gestolen worden. Ja. Het is pas sinds, laat ik zeggen, het socialisme is ontstaan, dat de behoefte kwam om de bevolking moreel en cultureel te verheffen tot het niveau van de elite, de denkende elite. En daarmee kwam subsidie en werd voorgeschreven door die elite wat mooi was. En daar maak ik bezwaar tegen. Daar maak ik ernstig bezwaar tegen. Dus wij willen dat gewoon weer terugbrengen naar zijn basis. Namelijk dat kunst wordt bekostigd door degene die het bestellen. Er zit een hele paternalistische gedachte achter. Hè? Zo van, ik bepaal wel voor jou wat mooi is. Ik kon daar ook, toen ik nog jong was, ben ik heel vaak naar het Oostblok gegaan. En mijn vrouw zei dan, waarom nou weer? Ik kon ervan genieten dat er in een leeg landschap een hamer en een sikkel staan. Maar gigantisch, hè? Dus gewoon van 20 meter. En dan denk ik, ja, wat wil je hier nou mee bereiken? Alleenige was je zegt, wij zijn hier de baas. Hè? Maar het is een kunstwerk. En daarom, overheid, laat ze zich er buiten houden. Wat ik erover kan vertellen is dat er verschillende verhalen over gaan hoe het in ons bezit is gekomen.
Het eerste verhaal is dat het geschonken is door Ronald Sørensen. Ik denk dat hij toen nog lid was van de Partij van de Arbeid. Het andere verhaal is dat het al heel lang in ons bezit was en dat Ronald Sørensen het een keer heeft laten vallen. En dat hij opnieuw voor ons ingelijst heeft. Ik denk dat het leukste verhaal is dat Domela Nieuwenhuis onze grondlegger is. En hoe die ook hier is komen te hangen, dat hij bij ons hoort. En dat is een goede zaak. En is het een prachtig portret. Hij werd ook een beetje als profeet geafficheerd. En dat zie je ook aan zijn baard en zijn haar. Hè. Hij deed er zelf ook wel een beetje wat aan om er ook echt op te lijken. Ja, dat was natuurlijk een enorme, eigenlijk een heel erg querulant. Hè. Een dominee die van zijn geloof is gevallen omdat zijn twee echtgenoten in het kraambed waren overleden. En toen zich bekeerd heeft uiteindelijk tot het socialisme. Ik heb hier een boekje. En dat heet Rotterdam heeft weer een schouwburg. En dat is in 1947 door professor Polak uitgesproken, deze tekst, bij de opening van de schouwburg na de Tweede Wereldoorlog in 1947. Hij geeft hier zo met warmte en passie aan dat cultuur in een stad de bindende factor is. Het is ook een bewijs van beschaving, waar mensen bij willen horen. Daar vind je je identiteit. Daar kun je je verder ontwikkelen. Daar krijg je de kans. Daar wil ik me vestigen, want daar gebeuren dingen die nergens anders gebeuren. Daar worden dingen uitgevonden. Daar zit de vooruitgang. Cultuur en kunst hebben een energie en een passie die tot nieuwe dingen leidt. Een fantastisch schaduwportret van Ivo Opstelten. Op het moment dat hij als burgemeester vertrok, is er een hele mooie advertentie geplaatst door de VVD landelijk met succes Abu Talib op de schaduw van Ivo. Ik kan me zo voorstellen dat het symbool staat voor het succeswensen voor de opvolger van een burgemeester die hier met grote populariteit is gestopt. En dan is het altijd in de schaduw staan en daar uitzien te komen. Nou, dat is de succeswens aan de nieuwe burgemeester geweest. Ik weet niet of hij erop gereageerd heeft, maar je moet er de humor voor inzien. En Ahmed heeft wel humor, dus ik denk dat hij de humor er ook wel van in heeft gezien, ja. Okay. Ja, kunstbeleid. Kijk, kunst is een sector die zich in eerste instantie zelf moet behelpen, want kunst is natuurlijk heel kunstzinnig, moet je als politiek eigenlijk niet mee bezighouden. Een kunstenaar heeft een eigen beeld, een eigen idee. En een politicus, zeker wij als VVD, vinden natuurlijk dat je een vrijheid hebt om een mening te uiten, om iets te laten zien, om een bepaalde expressie te geven. Ik ben ook niet zo van de subsidies. Hè, dus kunstenaars in de zin van individuele subsidies ondersteunen vind ik een hele lastige. In de basis vindt de VVD dat je zelf je broek moet op kunnen houden. Dus je moet zelf kunnen werken en je geld kunnen verdienen met de kunst. Ik denk dat veel kunstenaars wel heel politiek actief, of niet actief, maar wel kijken naar wat er in de politiek gebeurt. Politiek is natuurlijk wat er in de samenleving gebeurt. En kunst zou een weerspiegeling ook moeten zijn en een reactie op wat er in de samenleving gebeurt. Dus er zit wel een soort verwevenheid in, maar ik denk dat je je als politiek niet echt over de uitingen van de kunst moet uitspreken. Wat je erachter ziet, dat zijn, dat heeft eigenlijk heel weinig met de gemeenteraad te maken. Dat, we hebben wel een staak 79 gehouden, 25 jaar herdenking, dus 2004. Want toen gingen op de eerste plaats de sleepbootkapiteins en de sleepbootbemanningen van Smit in staking. Een paar honderd mensen, gewoon 300-400 mensen. En vervolgens werd die staak overgenomen door de hele haven in Rotterdam. En elke ochtend kwamen dan de havenarbeiders bij elkaar op het Afrikaanderplein. En werd de acties van die dag besproken en ook de reacties van de bazen en de pers en de bonden. Was een wilde staking. En in de haven heeft die toen 4 weken geduurd en voor de sleepboten zelfs 7 weken. En als de speler bij dat heel erg ondersteund. Die mensen kregen, het was gewoon een wilde staking, dus kregen geen geld van de bond. Er is voedsel opgehaald, er zijn
ja, mensen zijn op alle mogelijke manieren gesteund dat ja, niet het geld de doorslag zou geven om de staking op te moeten geven. En de staking is ook gewonnen toen. Ja. Een beetje, aan de ene kant een beetje jeugdsentiment. Ik was natuurlijk toen nog een stuk jonger dan nu. Maar aan de andere kant laat ook een stuk zien van de, nou, de geschiedenis van de Rotterdamse ja, werkende mensen, met name de havenarbeiders die toch deze stad ook hebben grootgemaakt. Ja, hij is niet gemaakt als kunstobject, hè, zoals je nu in allerlei galeries en in musea allerlei foto's ziet en al dan niet gefotoshopt, die puur gemaakt zijn, vaak ook als commercieel kunstobject, omdat mensen zo nodig bij de entree van de bank een muur moeten invullen. Deze is gemaakt om, door mensen ook om die actie te ondersteunen. Want die foto's werden ook tijdens de actie een week later weer gebruikt. Of in krantjes of bij, op de kade. Ook om weer sympathie en draagvlak voor de staking te organiseren. Ja. Nou ja, er is natuurlijk heel veel discussie ook altijd wel in de politiek over kunst. Zeg, met name ook in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Er is veel gesproken over ja, de pompeuze fascistische kunst, hè, zoals Hitler en de zijnen die gebruikten. Zij bestreden ook weer heel veel andere kunstenaars, wat zij dan noemden de entartede kunst, of ja, wat je in, of ook in Iran of in landen als China ziet, van bepaalde kunst die mag daar niet, want die is dan decadent, of het in Afghanistan niet kan. Dus de overheid bestrijdt ook, sommige overheden bestrijden ook culturele of ja, kunstzinnige uitingen, en dat is heel schadelijk, censuur is gewoon slecht. Dus als je religie niet kan onderdrukken, moet je culturele uitingen ook niet onderdrukken. Maar er mag wel heel veel debat over zijn, hoe dat de overheid niet ja, kunstenaars moet gebruiken om voor zijn eigen karretjes te spannen. Pim ligt natuurlijk in begraven in Italië, waar iedere dag nog mensen langskomen. En ja, je ziet nog steeds bloemen bij dit monument. Hè. Dus het is een soort plaatsen van het grafmonument. En in die betekenis heeft het ook, dus ook wat dat betreft heeft het een betekenis. Ja. Het is een, buiten dat het een artistiek is, je moet ervan houden natuurlijk, ik hoor je allemaal aan. En ja, ik vind dat wel, over het algemeen in haar werk wel mooi, dus ik was wel trots dat zij het gedaan heeft. Ja, het voldoet toch ook wat dat betreft aan het gevoelsmatige. Dat je er ook wat mee kan doen. En dat is een herdenkingsplek. Kijk, je kan natuurlijk non-figuratief maken. Maar ik vind dat voor een beeld, in dit geval, dat er een dat het gewoon concreet moet zijn. Moet heel duidelijk zijn. En nou zit er natuurlijk, er zit ook veel symboliek in die sokkel. En er zit een scheur in. En dat is een dood aantoont, maar ja, ik vind dat wat dat betreft net iets minder. We hebben wel standpunten over kunst, maar die zijn individueel, zoals je kunst individueel moet beleven. En voor mij beantwoordt het er wel aan. Ik vind het wel, ja. Ik leg er ook wel eens een bloemetje neer. Ja? Dus het is ook voor mij praktisch wel, ik kan er iets kwijt. Ik vind dat overheidssubsidies, beïnvloeding van de overheid, van de, laat ik zeggen, artistieke smaak is. En daarom moet je het ook niet doen. En daarbij, ik heb daar wel eens een stukje over geschreven. Wij leiden in Nederland met name kunstpauzen, zoals Fortuyn ze noemde. De mensen die in onze stad het geld uitgeven. Die leiden aan het Van Gogh-syndroom. Dat impliceert, iedereen weet dat Van Gogh in zijn leven slechts één schilderij verkocht heeft. Het grootste miskende talent ter wereld. En nu wil men koet voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Waardoor men halve en totaal geen talenten toch maar vast van geld voorziet. Omdat nooit meer het verwijt kan komen. Jullie hebben destijds de nieuwe Van Gogh niet erkend. Dit is een beeldje van ons fractielid Beppie Hagenaars. En dat heeft zij gekregen van haar zus. En ze had dat meegenomen om aan te geven wat het voor haar symboliseert. Het is een man en een vrouw die elkaar vasthouden. En ze zei van ja, voor mij symboliseert het eigenlijk de thuissituatie. Dat als je in de politiek actief bent, dat het heel erg belangrijk is dat je een thuisbasis hebt van mensen die je steunen en er voor je zijn op momenten dat het lastig is.
En ze zei, het staat voor mij ook symbool voor de manier waarop we politiek moeten bedrijven. Namelijk, er zijn voor mensen die het nodig hebben. En dat zie je dus, dat er een arm om iemand wordt heen geslagen. Dus de politiek, de overheid, die moet er zijn voor mensen die het echt nodig hebben. En dat moet het uitgangspunt zijn van de manier waarop je in de politiek staat. Wat we ontzettend nodig hebben in deze stad is elkaar begrijpen. De verschillende groepen in de stad, de verschillende mensen die hier wonen. Dat we elkaar veel meer contact met elkaar krijgen, elkaar begrijpen. En ik denk dat kunst en cultuur daar belangrijk in zou kunnen zijn. En nog veel belangrijker in zou moeten zijn dan het nu is. Financieel gezien betekent dat wij ervoor moeten zorgen, met door middel van subsidieverlening, dat er een grote variëteit is aan verschillende cultuuruitingen in onze stad. Dus hebben we waanzinnige internationale tentoonstellingen die heel veel mensen aantrekken, die toerisme naar onze stad halen. Nou, dat is heel belangrijk. Daarmee zet je de stad ook op de kaart. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat er bijvoorbeeld in de wijken en in buurten ook heel veel mogelijk is en dat mensen daar naartoe kunnen gaan. Nogmaals, om te bezichtigen, om te beleven, maar ook om het zelf te doen. Hoe ver gaat voor u de inmenging van politiek in de kunst zelf inhoudelijk? Ja, dat hebben we wel gehad. En het is achteraf gezien de vraag of dat we dat ook moeten hebben. Maar een belangrijk voorbeeld daarvan is natuurlijk de buttplug. Waar wij als CDA en ook andere partijen in de vorige periode van hebben gezegd van, nou ja, dat is een kunst. Afbeelding waarvan wij zeggen, daar zou niet iedereen mee geconfronteerd moeten worden. En dan dachten wij vooral aan kleine kinderen. En ik moet zeggen, als je daar nou op terugkijkt, dan denk ik van, is dat nou eigenlijk wel iets geweest waar de politiek zich zo inhoudelijk mee zou moeten bemoeien? En ik denk dat als ik daarop terugkijk, hoewel ik er zelf dus ook erg voor was om het in een beslotenheid te plaatsen van het Museum Boijmans, dat we dat niet moeten doen. En ik denk dat het goed is dat hij nu in de buitenruimte staat. Ik denk dus dat daar de politiek, en ik dus zelf ook, achteraf gezien, de grens overschreden heeft als je als politiek met de inhoud van kunst bemoeit. De grens voor mij is wel als met die uiting van kunst overduidelijk tegen onze wetten en regels ingegaan wordt. Dus als je het over een overduidelijke racistische uiting hebt, dan vind ik niet dat bijvoorbeeld de gemeente daaraan subsidie zou moeten verlenen. Dit is het kunstwerk wat door Ronald Motta is gemaakt. Zo is het een roos. Zo is het een man. Met hele grote voeten. En dit is de vuist. Ik heb het altijd zo gevoeld. We staan stevig op de grond. We houden de handen niet op de rug, maar de roos in de vuist. En zo zorgen wij dat alle idealen, ook die van Domela Nieuwhuis waar we het net over hadden, steeds opnieuw op een andere manier vorm krijgen, maar dat we er wel voor blijven gaan. Op een gegeven moment is er volgens mij een verzoek geweest van, ik dacht van Peter van Heems, onze fractievoorzitter. En volgens mij heeft hij het verzoek gedaan aan Ronald Motta, die beeldend kunstenaar is, om iets te maken wat de Partij van de Arbeid en haar idealen symboliseert. En daar is dit prachtige beeldje uit voortgekomen. Kunst is een onderdeel van je leven. En natuurlijk dan ook van politiek. Het is gewoon een natuurlijk onderdeel van, ja, ademen. Dat heb je nodig en dat heeft de stad nodig. Een stad heeft een culturele, een kunstontwikkeling, een cultureel klimaat nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Aan de ene kant om te reflecteren, om verder te komen. En aan de andere kant helpt het ook om bedrijven hierheen te krijgen. Dit is een badpak gemaakt van Zimbabweanse dollars. En het verhaal daarachter is eigenlijk dat in Zimbabwe het geld steeds minder waard wordt. Ik heb hier overigens een biljet van 25 miljard dollar. De inflatie is zo ontzettend hoog dat binnen korte tijd het geld waardeloos is. En dat je daar eigenlijk beter kledingstukken van kan maken dan dat je het kan gebruiken om eten mee te kopen. Als je dan naar een land als Zimbabwe kijkt, waar eigenlijk door falend bestuur, door ontzettend veel corruptie, zo'n enorme inflatie ontstaat, waar enorm veel armoede is,
waar veel honger is bij mensen. Dan zien we eigenlijk ook weer hoe goed we het hier hebben. En daar zie je ook dat een stabiele democratie, een goed bestuur van een land, dat het heel essentieel is. Dus ik wil dat we vanuit Rotterdam en vanuit Nederland ons er ook voor inzetten om het land Zimbabwe er ook bovenop te krijgen. Leefbaar Rotterdam die wil geloof ik de cultuursubsidies halveren. Dat vind ik echt, dat zou dood en doodzonde zijn voor Rotterdam. We zijn onlangs uitgeroepen als Rotterdam na New York de hipste stad ter wereld. Dus zeg maar de hipste stad van Europa. Op architectuurgebied, op designgebied. En ik denk dat onze bruisende kunst- en cultuurscene daar ook een forse bijdrage aan geleverd heeft. Ja, gemeenteraadsdebat van 8 oktober 2009, ja. Waarin ik ging over de moskito, we mogen die wel en wat voor regels zijn. Dan mag iedereen zomaar zo'n ding plaatsen om jongeren weg te piepen en weg te pesten eigenlijk, want het is een zeer irritant hoogfrequent geluid, dat heet de moskito. De moskito is een kastje, dat hangen ze op in een wijk bij hangjongeren die er niet mogen zijn. Bijvoorbeeld zelfs boven de ingang van een jongerencentrum of all places of bij een kruifveldje. Of op andere plekken. Er zijn er 37 hangen er in Rotterdam. Ja, dat zijn ontzettend irritante. Je hoort hem niet meer? Nou, er zijn mensen doof geworden van dat ding. Ik ben zelf te oud om er echt nog heel veel last van te hebben. Maar het is gewoon een zeer irritant ding. Nou, er was geen enkele regeling voor. Opstelten wilde die... Die liet maar toe dat er een hele wildgroei aan moskito's kwam. Wij zijn daar tegen, de jongerenraad was er tegen, andere partijen hebben zich er ook tegen verzet. Nou, er was nu een debat, want Albert Talen wil dat meer reguleren. Omdat ze hooguit maximaal 6 maanden hangen en dat hij de enige is die beslist of ze er hangen en of ze er blijven hangen. Nou, wij en D66 en GroenLinks wilden eigenlijk helemaal vanaf. Maar ik liet toen aan al die raadsleden horen hoe zo'n moskito werkt. Want normaal, boven de 25 gooien ze niet. Het kastje is, dat kan je ook ombouwen op een andere frequentie, dat oudere mensen zoals ik, oudere jongeren, af en toe ook irritant, het ook horen. We hebben het even uitgeleend aan een jongerenorganisatie die daar ook mee anderen wil laten zien dat die moskito eigenlijk gewoon weg moet. Dat die gewoon eigenlijk verboden moet worden. We kijken naar een tekening. Het is een kunstwerk wat ik heb gekocht op een veiling voor Palestina. Ik denk nu bijna een half jaar geleden. Ik vond het in eerste plaats erg grappig. Ik vond de provo-tijd een interessante tijd. Ik heb altijd het gevoel dat ik een beetje te laat geboren ben in dat opzicht. En volgens mij zien we hier duidelijk de begrafenis of de dood van de provo-tijd. Maar misschien heeft de tekenaar wel hele andere dingen mee bedoeld. Dus dat is wat ik hier zie. En een rechter en een agent die nog even het gezaag van de provo-beweging mee mogen maken. Ik heb hem natuurlijk niet meegemaakt, maar wat ik erover heb gelezen en ook de pure associatie die bij mij oproept, is een tijd waarin eigenlijk op een hele creatieve, gekke manier misstanden werden aangekaart. En in eerste instantie en uiteindelijk denk ik ook om niet de wet te overtreden, maar wel mensen wakker te maken. En soms is dat ook uiteindelijk de enige manier om dat te bewerkstelligen. Je kunt met elkaar praten, je kunt een boek schrijven, je kunt wetenschappelijk onderzoek doen. Maar soms moet je het laten zien. Kunst is heel erg belangrijk. In die zin dat... Je zou kunnen zeggen, en althans wat het ook voor mij betekent, is gewoon onderdeel van je beschaving. Net zo goed als je journalistiek nodig hebt, als je wetenschap nodig hebt, dat je politiek nodig hebt, de kunst en de cultuur. Dat zijn voor mij, als je die aanwezig hebt in je samenleving, dan ben je beschaafd. En heb je eigenlijk ook een manier dat je op allerlei verschillende wijzen instrumenten aanwezig hebt om geen autoritaire staat te worden. Volgens mij wat kunstenaars proberen te doen is datgene wat langskomt in die samenleving op eigen manier interpreteren en daarmee spelen, soms confronteren.
En als men bedoelt dat rechtse populistische partijen last hebben van kunstenaars die daar graag mee spelen met dat fenomeen, dan denk ik, nou, volgens mij is dat gewoon terecht. Dat had net zo goed iets anders kunnen zijn of een andere politieke ideologie. Als er nieuwe interessante fenomenen gebeuren in je samenleving, dan moet je niet raar staan kijken dat mensen dat ter discussie willen stellen.